Kelvin, ik ben met Nina hier ook. Ja hoor, een koppelvideo. Hey. Love is in the air. Yeah. Ik heb iets speciaals voor je gekocht vandaag. Nee, ik toch niet op. Jawel, nee. Jawel, jawel. Nee. Jawel. Nee. Ja, jawel. Nou, gewoon lekker opeten. Niks mis mee. Hij is niet eens bedorven. Het is gewoon een gezonde, goede patrijn. Nee, nee! Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Ik zit hier samen met Nina, de enige echte, mijn liefde, wat je wil. Het is wat je wil. Nina is aanwezig weer hoor. Ik wil daar even, wel even een minuut stilte daarvoor. Niet doen. Ga door. Jullie weten natuurlijk dat ik een fashion icoon ben. Dat kun je zien aan mij. Ooit heb ik een video gemaakt samen met Nina waarin zij outfits had gekocht voor mij. En dan ging ik die aandoen en dan dacht ik, hé, mag ik wat zeggen? Nee, je mag niet. Ik ben midden in mijn verhaal. Je zit midden in mijn verhaal. Ik ben aan de beurt. Nee, ik ben aan de beurt. Ik had dus outfits gekregen van mensen, van Nina. En ik heb het nooit aangedaan. Hou je bek, jongen. Dat is niet waar. Ik moet eerlijk toegeven, de outfits die Nina had uitgekozen waren best wel een beetje goed. Dat is niet de video van vandaag. De video van vandaag is het volgende, namelijk het is eindelijk aan mij om outfits te kopen voor Nina. Van wat ik vet vind en wat Nina, ja. Misschien ook vet vindt. Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij mij eigenlijk wilt zien. Nou, het is niet eigenlijk wil zien, want ik vind de kleren die jij draagt, vind ik leuk en mooi. Maar ik heb vandaag een bepaalde tactiek toegepast. Namelijk, ik dacht, dit zijn dingen die Nina waarschijnlijk toch niet zelf zou kopen. Dus ik ga kijken of ik je eens een keer uit de box wat kan laten proberen. Misschien dat je het aandoet en denkt, nou. Want dit zijn items die je waarschijnlijk zou laten hangen in de winkels. Of nou, ga ik niet eens proberen. Maar vind jij het wel mooi? Ik vind het wel vet. Als je alleen maar dit soort dagen wat ik gehaald heb, dat ik ook weer een beetje heftig vind. Ik vind het gewoon wat jij draagt eigenlijk altijd leuk. Soms mag je wel eens in de zoveel tijd een keer wat gekkers. Toch? Of is dat stom? Nee, ik ben nieuwsgierig. Ik ben gewoon wc-machtig. Gisteren is niet in een pakketje gekomen. Huh? Ja, het is een sieraad. Ja, je moet ophouden. Het is een sieraad. Nee, dat is weer een beest in zit. Nee. Het is gewoon een sok voor mij. Ah, ik heb hier dit. Ik heb allemaal kleding hier. Ook dit. Ik weet niet wat dit is. Ik had niet verwacht dat dit in zo'n ding zou komen. Ik heb niet echt outfits in mijn hoofd. Ik heb meer gewoon... Ik vond het echt moeilijk eigenlijk. Toen tijdens het kiezen, had ik eindelijk wat items gekozen die ik ging bestellen. Toen dacht ik, ja, dan moet ik ook nog kijken of het bij elkaar past. Toen dacht ik, nee, dat zie ik dan wel. Maar wat wil je ook aantrekken? Dat ga ik eventjes bedenken. Gaan even kijken. Oh, ik heb best wel veel eigenlijk. Ik ga gewoon ergens mee beginnen en dan zien we wel. Oké. Ik weet het niet zo goed eigenlijk. Ik ben bang. Ik ben bang. Ik durf niet eens te kijken. Oké, dit is nog redelijk normaal. Kijk, ik dacht, je hebt eigenlijk niet zoiets als dit. Maar ik dacht, het is gewoon eigenlijk best wel basic. Dan heb ik deze broek. Ja, dit is een broek die je zelf niet snel zou dragen slash kopen. Maar ik dacht, wie weet is het wel vet. Wat is dit, Kel? Dit is een broek. Kijk, je moet hem zo doen en dan moet je hem goed vast doen boven. Daarom zit ook een riem bij. Het is echt zo'n hele wijde. En dan moet je dit goed oprollen. En dan, ja, dit is dat. Wil je dit shirtje in de broek of uit de broek? In de broek. Bye. Hoi. Hey, yo, ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan sowieso. Join the Kelvin. Hey, hoe is het? Deze broek is fucking huge, man. Oeps, ik heb een te grote broek besteld. Dit is echt een lelijke broek ooit. Wat? Lelijke broek? Er staat er ook echt aan bij als een bommeltje. Je moet wel... Nee, je hebt het helemaal verkeerd. Moet je even wegwerken. Ik dacht er helemaal niks van. Nee! Kel, dat meen je toch niet? Ik vind het best wel vet. Daar is het rondje. Ja, kijk, hij heeft gewoon een maatje kleiner gemoeten. Nou, wat ik er dus van vind... Zeg het eens. Ik voel me er een beetje stevig in. Mijn billen zijn gewoon weg. Gewoon plat. Nee, we zijn er nog. Ik vind het shirt wel heel leuk. Ik vind deze broek gewoon echt spieglelijk. Nou, dat kan. Ja, maar ik vind het shirt wel heel cool. Gewoon een beetje zo sportive girl. Sportive girl. Yeah. Ik ga de broek al proberen straks. Nee, Kel, doe normaal. Oké, dames en heren. Outfit 1 was niet echt een daverend succes of zo. Nee. Oké, nu heb ik een broek waarvan ik bijna zeker weet dat je hem mooi vindt. Oké, let's go. Hey. Oké, ik heb dit. Oké, outfit nummer 2, people. Ik ben echt benieuwd. Deze jas. Ik weet niet of hij bij de outfit past, maar je moet hem ergens bij aandoen. Dit is een jas. Dit is een jas. Oh, hij is zacht. Hij vond het lekker, hè? Deze mag je aanproberen. Dan heb ik deze trui. Kan ik dit scheuren? Ja, dat is oké. Heel grappig zou zijn als je nu iets bestelt wat ik al heb. Oh, niet zo cool. Dit is een trui met gekke shit aan on the mouwen. Dat vind ik wel cool. En ik heb deze broek. Maar ik weet niet of de broek heel erg hierbij past. Ik denk het eigenlijk niet. Ik weet niet wat voor... Hey, wacht, we gaan hem omwisselen. Eigenlijk past dit niet echt. Wacht, ik ga een andere broek pakken. Dit is ook een broek. Wat voor broek is het? Niet wat je wil. Dit is een spijkerbroek. Maar die is kolo kapot. Maar ik vind deze nog wel leuk. You're being attacked, man. He's attacking you. She's attacking you. Alright, Kelvin. Nina is klaar. We hebben de tweede outfit. Komt het wat op. Dat is best cool. Dat zei je nou, hoor ik dat nog goed? Ja, deze is best cool. Best cool. Oké, dat is in ieder geval beter dan eerst. Wat vind jij nou? Deze vind ik super mooi. Broek vind ik ook mooi. Hij is een beetje wijd hier. Ja, dat is toch het model? Dat is het model. Hij is mooi. Die jas er eens bij dan. Oh ja, dat is wel lekker hoor. Ja, dat is lekker. Yo. Ik vind hem wel mooi, maar hij is een beetje too much bij de broek. Hij is wel lekker. Voel wel lekker. Ja, dat is voor lekker hoor. Wat lekker. Maar dus de jas denk ik niet. Kijk, als ik er dus nu een trui onder doe, dan ben ik echt wel een beetje vierkant. Ja, een beetje vierkant. Oké, is goed. Prima, akkoord. Kom lekker zitten. Dames en heren, 2 van de 5 kledingstukken worden in ieder geval gehouden. Hé, dat is alleen maar goed. Oké. De broek is ook leuk. Oké, wat hebben we nog meer? Oh, ik zie echt iets heel lelijks liggen. Nee, dat is heel mooi. Oké, ik heb 2 jurkjes. Ik dacht, kan niet alleen maar weird ass motherfucking shit. Dus ik had ook jurkjes waarvan ik oprecht dacht, oké, misschien dat jij die ook wel ooit zou kunnen kopen. Misschien eventueel, weet ik niet. Ik wil deze jas uit hoor, want het is een beetje warm. Hé, best, ik zou jullie vertellen, ik heb nog nooit in mijn leven een jurk uitgekozen. Laat staan, een mening gehad over een jurk. Ik snap gewoon niet precies hoe dat allemaal werkt met jurkjes. Ik weet niet wat ik heb. Het lijkt heel ordinair. Is dit ordinair? Ik denk wel dat deze sexy is. Hé, wat wil je? Wil je eruit zien als een vierkant of als Het is een grote switch, dat bedoel ik meer. Ja, ja, dit is sowieso een grote switch. Er was nog iets anders. Kom, laten we wel. Tot zo! De kans is vrij aanwezig dat hij een beetje te kleine maat is. Ja, dat krijg je ervan als je mij een kleding laat bestellen. Oké, 3, 2, 1, tada! Zeg het! Ja, het is wel een sexy mooi jurkje, maar ik kan eigenlijk niet echt ademen of zo. Ja, joh, ademen is ook helemaal niet belangrijk. Wie mooi moet zijn wil pijn lijden. Of zo. Oh joh, jij bent één gekke vrouw man in deze. What are you doing with this ugly man? Dit is de definitie van out of your league, wat je hier ziet. Ik hou dus niet zo van korte, hele korte jurkjes, maar deze is wel heel mooi lang. Komt er maar. Hij past niet dicht. Nee, niet doen. Kan. Nee. Ja, ik heb hem dicht. Ik heb hem dicht. Yes. Maar is hij alsnog niet strak? Dat is wel vraag. Nee, weet je, ik kan wel zitten, maar kijk, ik moet niet eten, want dan... Je ziet het gelijk. Het is echt een heel mooi jurkje. Ja, dan did it, man. Ik voel me er wel een mooie vrouw in. Alleen, ik hoop dat ik hem ook weer uitkrijg. Maar we gaan eerst even een andere outfit uitzoeken. Oh, ja. Wat is dit? Alright. Oh my god. Oké, outfit nummer 4. Nina ziet eruit als een Griekse godin. Maar we gaan er even omtoveren tot wederom een andere variant van zichzelf. Het is een crop top. Oh, maar een sweater crop top. Een sweater crop top. Dat is wel leuk. Oké. En ik heb een broek. En ik denk dat je deze broek formidabel gaat vinden. Het is een roze broek van Josh, onze grote vriendin. Dus als je hem houdt, dan doe je haar ook nog plezier. Want dan heb je haar geld gegeven. Ik vind een mooie broek. Dit had ik in mijn hoofd. Ik doe hem best. Hé, laat me even zien. Ik vind deze outfit eigenlijk wel cool. De deur gaat weer terug. Oeh. Deze outfit wel cool. Wat zei je daar? Cool. Wel cool. Wel heel cool. Echt? Ja. Hey, dan ben ik man. Ik vind hem hartstikke mooi. Oh my god, man. Ja, ik ben wel een beetje trots. Voel je geen vierkant hierin? Nee, maar juist omdat je een stukje buik ziet. Ik word bijna opgewonden van. Ja? Ja, let's go dan. Oké. Ja, waarschijnlijk past dit voor een meter. Maar dat wel, denk ik. Oh, maar dat vind ik leuk. Die wil ik hebben. Maar hij is een beetje anders. Hij is met lang. Oh, dat is vet. Ik vind hem ook prachtig. Ja, ik vind deze wel cool. Ja, dat is cool. Ja. Maar ik weet niet of ik het met deze outfit, dan zou ik hier gewoon een wit shirt onder doen. Ja, dat zou ik ook doen. Deze jas vind ik echt vet. Ja, prachtig. Alright. Jeetje, we hebben best wel veel shit eigenlijk. Ik heb nog wel een jurkje en zo. Ik heb dit. Ik heb dit. Dit wordt allemaal een beetje retro-achtig en zo, volgens mij. Retro-achtig en zo? Nee. Ja, doe normaal. Dit is echt amazing. Nee. Jawel. Dit is een fucking sportshirt. Dit is gewoon fashion. Dan moet ik in mijn fucking pyjama naar buiten gaan. Hier, deze mag je aan en mag je deze erover doen. En dit eroverheen? Ja, moet even. Moet even door. Deze erbij. Zo, nou, wat wil je nog meer? Nou, de kinderclub is ook weer bij elkaar. Kinderclub? Ga je me lekker omkleden. Kies er zelf maar een broekje bij. Doe een broek erbij aan. Show het even. Hey. Ik vind het je bijna staan. Misschien één maatje te groot, maar ik vind het je best wel staan. De jas. Nina was niet heel erg groot fan van het Adidas shirt. Maar ze is nu wel de jas aan het proberen. Show it! Ik vind hem wel leuk. Ja, ik vind het top. Ik vind het beautiful. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Kijk dan hoe schattig dit is. Oh, dit zijn ook gewoon 2 verschillende mouwen. Ja, dat is toch dope. Ik vind het wel leuk, alleen je bent bang om buiten je comfortzone te treden. Nou, dat is niet waar. Maar voor jou hou ik deze. En je hebt een verschrikkelijk lelijk ding hier neergelegd. Ja, dit is de volgende. Ja, deze kleuren staan wel goed. Ja, dat staat je hartstikke goed. Dit staat je echt fucking goed. Degene die dit heeft uitgekozen is echt een held. Oké, nu heb ik een trui voor je en dit is ook een trui. Zou je toch nooit kiezen, maar ik ben benieuwd hoe camouflage bij jou staat. Dit is Pharrell Williams fashion shit. Doe het aan. Ik ben net een schildpad nu. Oh, ik vind het zo verschrikkelijk. Echt? Kijk hoe dit ding is, jongen. Nou en boeien. Ga staan. Dit is toch dope? Ja, ik vind het best vet hoor. Nee, dit is niet mijn ding. Ik vind het wel vet man. Ik vind deze nek is ook sick hoog man. Ja, maar dat is toch mooi? Ik vind het niet Nina. Dat is prima. Ik heb een jurkje voor je. Dit is heel normaal. Ik zag deze jurk en het model zag op zich gewoon mooi uit. Dacht ik, nou als het model er mooi uit ziet, zie jij er sowieso mooi in uit. Dat is echt bullshit. Ja, dat dacht ik serieus. Oké, dames en heren, de dress is right here. Oké, mama. Dit is zo mooi. Mamacita. Dit is gewoon... Oh. Ja, Deze jurk vind ik gewoon mooi. Ik vind deze jurk ook mooi. Ja, deze vind ik top. Deze hou ik. Hou je deze? Ja. Yeah boy, I got this. Dames en heren, zoals jullie weten heb ik nog één kledingstuk. Het pronkstuk, de climax. Hetgeen waar we allemaal op hebben zitten wachten. Dit ding. Je bent nog nooit zo ver uit je comfortzone getreden. En ik hoop stiekem dat je dit aan hebt en dat je denkt... Vet. Vet. Dit moet je accepteren in je leven. Is het nou een jurk? Het is een blouse. Oké. Okay. Ben je klaar voor? Ja, heb ik een keuze. Nee. Alright, Kelvin. We zijn op het moment aangekomen waarop Nina toch wel een van de meest belangrijke momenten in haar leven gaat meemaken. Misschien staat die wel. Er zijn twee opties. Koulo lelijk. Of het is een blouse waarvan je denkt, nou, kan ik daar wel wat mee? I don't know, man. Laat het zien. Ik beloof eerlijk te zijn. Tadaa! Ja, ik vind het mooi. Ik weet zeker dat als je dit aandoet ergens naartoe, dat wel echt mensen zeggen, hoi yo, keihard. Het is niet dat ik hem gelijk afschrijf, want ik vind de groene kleur die erin zit wel heel mooi. Alleen ik zou hem wel op mijn manier stylen. We zijn gewoon een trend aan het zetten nu. Ik vind het zo best leuk. Oh yeah boy! Zeg het nog één keer, maar dan je hoofd in beeld, zodat mensen niet denken dat het fraude is. Best leuk. Nou ja, best leuk. Ja. Hoi yo man. I love it. Kijk hoe mooi de blouse jij aan hebt. Wat is je conclusie? Dingen die je had uitgekozen had ik wel verwacht. Oh. Wat voor cijfer geef je mij een kledingkeuze? Want ik weet, het is niet hetgeen wat je waar je altijd naar verlangt in je leven. Maar misschien dat ik wel met deze blouse vind hem toch niet verschrikkelijk. Maar ook wel weer een beetje wel. Nou, ik denk het dan toch dat ik je wel een 7,5 moet geven. Want ik wil best wel veel dingen houden eigenlijk. Hey. 7,5. 7,5. Tot het zo. Ja. Maar nu moet je wel alles betalen wat ik wil houden. Dames en heren, dank jullie wel voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal, join the Kelvin. Volg mij op Instagram, volg Nina ook op Instagram. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, want ja, dan komen al deze outfitjes langs. Ja, misschien en dan... zie je wel leuke outfits. Dus waarschijnlijk wel. Oké, love you man, see you later, bye.